In de webinars van Gebruiker Centraal hebben we het al heel vaak gehad over een toegankelijke, een bruikbare en begrijpelijke overheid. We hebben al bijna 70 afleveringen gemaakt over onderwerpen als bouwen aan vertrouwen, participatie, waardegedreven werken, de menselijke maat, interdisciplinair werken aan opgaven en natuurlijk ook over direct duidelijk communiceren en heldere taal. De vraag is natuurlijk, zijn dit nou modewoorden of zijn dit nou echt trends waar we het komende jaar mee aan de slag moeten? Daar gaan we het vandaag over hebben. Ontzettend bedankt trouwens voor alle vragen die jullie vooraf hebben ingestuurd, want op basis daarvan hebben we wel besloten dat we het over een aantal trends vooral gaan hebben vandaag. En dat is bijvoorbeeld hoe we beter kunnen luisteren naar inwoners. En welke ontwikkelingen op het gebied van mensgericht ontwerpen en gebruiksvriendelijkheid er eigenlijk zijn. En de grote vraag konden we aan jullie vragen vooral zien, hoe gaat dat nou precies met AI, kunstmatige intelligentie, hoe gaan we daar nou mee om? Nou, dat gesprek dat voer ik hier aan tafel met gasten in de studio en straks ook online met een gast. Dat is Sander Rijs, hij is innovatiemanager bij het UWV. Fijn dat je er straks bent online. En hier aan tafel bij mij zitten Carolien Schoenmakers van Tapan en Logion en Alex Cora van de Sociale Verzekeringsbank. Fijn dat jullie er zijn. Wat ook leuk is, en dat hebben jullie nu al volop gedaan gelukkig, is dat je tijdens deze uitzending mee kan praten. En dat doe je in de chat. Daar kan je ook nieuwe discussies starten over bepaalde onderwerpen waar we het over hebben. En je kan vragen stellen. Doe dat vooral, want wie weet stel ik jouw vraag straks hier in de studio aan onze gasten. Laten we dan nu snel beginnen. Fijn dat jullie er zijn. Ook fijn dat jullie zo flexibel ook met technische storingen konden meewerken. Alex, vertel, wie ben je? Waar werk je? Wat doe je precies? Ik ben Alex Cora. Ik ben beleidsadviseur recht en ethiek bij het Ethics Center van de Sociale Verzekeringsbank. Voordat ik bij de Sociale Verzekeringsbank ging werken, een aantal jaar in de universitaire wereld gewerkt, onderzoek gedaan. 10 jaar geleden overgestapt. Tijdlang persoonsgebonden budgetten, beleidsadviseur op dat terrein geweest. En daarna eigenlijk overgestapt naar digitale ethiek. En ook wel werken vanuit de bedoeling, dat kwam eigenlijk een beetje tegelijkertijd. Digitale ethiek, werken aan de bedoeling. Het zijn allemaal termen waar we het vandaag uitgebreid over gaan hebben. En die heel goed passen in die onderwerpen waar we het net over hadden. Dus ontzettend fijn dat je er bent. Dankjewel. En naast je zit Carolien. Carolien, vertel. Wie ben jij? Wat doe je precies? Ik werk als communicatiestratege bij communicatiebureau Tapan in Den Haag. Heel veel voor de overheid en met de overheid samen. En ik ben lid van het trendteam van Logion, de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals. En vanuit het trendteam kan ik heel veel vertellen over deze begrippen. En dat is meteen mooi. Laten we daar dan meteen op doorgaan. Want we gaan het vandaag over trends hebben. Maar wat zijn dat nou precies en hoe kom je tot die trends? Ja, nou, dat is voor Logion betekent het eigenlijk dat we ophalen uit het veld, uit het werkveld van communicatieprofessionals, wat zij, wat hen bezighoudt. Dat doen we door middel van een grote enquête. En vervolgens gaan we in 2 kringen die inhoud analyseren. Wat komt er nou grosso modo uit? En wat vindt het werkveld er zelf van? Dat werkveld verdelen we ook weer in communicatieprofessionals op centrale posities. Bijvoorbeeld bij de TU Delft of bij een ziekenhuis of in de zorg. En met hen verkennen we van zit alles erin. Wat zien wij maatschappelijk? En vervolgens gaan we met een aantal, ja, ik heb een hekwant woord, thought leaders. Maar het zijn wel vaak voorlopers op een bepaald vakgebied. Zo kun je ze ook noemen, dus ja, voorlopers op een bepaald vakgebied. En die voorlopers, vanaf nu, Logion noemen we dat zo. Ja. En die voorlopers hebben vaak een bepaalde visie of zijn al innovatief bezig met een bepaald onderwerp. Dus die laten we scannen van, klopt nou ook volgens jullie beleving wat we zeggen? En dan maken wij daar chocola van, om het maar zo te zeggen. En presenteren we dat zoals we dat in 2023 gedaan, 2022 gedaan hebben, de trends op C-Day. Zodat dus ook eigenlijk de leden zelf weer zien van zo en is C-Day, het. C-Day, voor de mensen die Logion en C-Day niet kennen, dat is een dag. De communicatiedag. Die wordt jaarlijks georganiseerd in juni door Logion. En eigenlijk komt daar altijd alles samen. Een soort huiskamer waarin we proberen te vertellen aan elkaar wat ons bezighoudt. Heel leuk ook, altijd heel informatief. We proberen daar goed te agenderen en te programmeren. Dat doet Logion met een heleboel mensen. Ja. En wij hebben als trendteam daar het podium gekregen om die trends te presenteren. En je vroeg ook, wat zijn trends? Ja. Dat zijn natuurlijk eigenlijk ontwikkelingen die je op je af ziet komen, waarvan je op een gegeven moment merkt, hé, daar zijn heel veel mensen nu mee bezig. Wat betekent dat voor ons vak? Een trend vraagt vaak om duiding, van wat moeten we ermee eigenlijk?
En een trend is ook iets wat voor een langere periode valide is. Dus als er een trend is, is het meestal ook zo dat die niet na een jaar weg is. Want dan is het eigenlijk in onze woorden meer een hype of een andere ontwikkeling. En de trends voor het komende jaar, daar zijn jullie dus nog mee bezig. Laten we dan eens even terugkijken naar die trends van 2023. Wat waren die trends dan bijvoorbeeld? Ja, we hadden eigenlijk 4 trends gedefinieerd, waarvan 1 trend overkoepelend. Een communicatieprofessional is een gids in een grenzeloos speelveld. Dat hebben we gezegd omdat we zagen dat er zo ongelooflijk veel gebeurt. AI is een van die ontwikkelingen. Dat je als communicatieprofessional vaak moet duiden voor de mensen in jouw organisatie wat er precies gebeurt en ook hoe je daar gebruik van kunt maken. Dus wat betekent het dan? Waar heb je wat aan? Wat verzorgt jouw verbetering van impact bijvoorbeeld? Of wat verduidelijkt wat je doet? Dus zo kun je die trends eigenlijk voorzien van een handelingsperspectief. Maar we hebben daaronder de trends gelegd waarbij we zeggen het gaat over radicale transparantie. Als je het hebt over vertrouwen, dat is er 1. Er is er 1 die gaat over die nieuwe taal. Dat is de AI, de technologie. Dat noemen wij echt een nieuwe taal. Het is een taal die je moet beheersen als communicatieprofessional. Nou, dat gaat natuurlijk stapsgewijs. Want dat is dus ook belangrijk, hè? Dus als we het over die trends hebben, dat we als communicatieprofessionals, dus ook de mensen die nu zitten te kijken, denk, oh, die trends, er zijn dingen die ik moet beheersen om mee te kunnen gaan in die trend. Ja, dat die trend geeft eigenlijk aan wat het ritme kan zijn in je vakontwikkeling. Ja. Ja. Heel goed. En als we dan een beetje doorkijken, welke trends zie jij dan vanuit, ja, het is natuurlijk nog een beetje koffiedik kijken, maar ik denk dat je best wel goed kan voorspellen aan de hand van vorig jaar en de vragen die binnenkomen. Ja. Wat de trends zijn voor 2024. Ja, we weten het nog niet. Het is heel goed dat je het zegt. We proberen het zo evidence-based, zoals we dat dan noemen, gewoon op basis van de resultaten van de Logeion-leden te definiëren. Maar je ziet natuurlijk dat dat vertrouwen echt een heel groot begrip is, wat steeds meer duiding krijgt ook. We zien ook dat mensen hun best doen om echt onder dat begrip, zeg maar, om de dingen te pakken te krijgen die daar nou invloed op hebben. Mm-hmm. En een van de allerbelangrijkste dingen waar jullie natuurlijk voor aan de lat staan al een hele tijd, is duidelijkheid creëren in wat je te bieden hebt als overheid, of waar mensen een afhankelijkheid van je hebben. Nou, daar kan Alex nog heel veel over zeggen. Maar ook zorgen dat je wat je doet, dat relevant en ook ter zake doet. Ja. Dat zijn wel echt hele belangrijke dingen. En als je dan kijkt, dan krijg je veel vragen natuurlijk ook over de menselijke maat. Hoe zit dat dan? Is dat ook onderdeel van zo'n trend? Ja, zeker. Je ziet dat als je het hebt over dat vertrouwen, dat echt een heel kern. Eigenlijk is dat is echt de kern met dat vertrouwen van te maken. Ja, precies. Ja. Nou, en eigenlijk ook met meer dingen, want het gaat ook over de duiding die je geeft aan wat er gebeurt binnen jou. Afhankelijkheidsrelatie met die overheid. Dus, en het omgevingsgericht werken is daar gewoon een uitgangspunt in. Dus we kijken en denken vanuit wat heeft iemand nodig, of wat heeft een organisatie nodig in het contact met ons als overheid. Ja. Dus ik hoor je zeggen duidelijkheid, menselijke maat, mensgerichtheid, omgevingsbewustzijn hoort daarbij. Ja, zeker. En natuurlijk AI. Nou, laten we die nou eens vandaag gaan bespreken. En laten we dan eens met die menselijke maat beginnen. En dan ga ik naar jou, Alex. Want volgens mij ben jij daar expert op binnen jouw organisatie. Nou ja, ik niet alleen. Wij als organisatie zijn we al een aantal jaar eigenlijk bezig ook met het idee van werken vanuit de bedoeling. En daar betekent ook de burger erin centraal stellen. Ja. En dat is eigenlijk vanaf 2016 dat we daarmee begonnen zijn. Toen onder leiding van Maarten Schuring, die toen onze voorzitter van de Raad van Bestuur was. En vanaf dat moment zijn wij gaan kijken, oké, het gaat niet alleen om de letter van de wet, maar het gaat ook om de bedoeling achter de wet. En hoe verhoudt dat zich tot hoe wij ons als uitvoerende organisatie manifesteren, ja, ook in de echte wereld. En daarbij is het denk ik heel erg van belang dat je als organisatie, als overheidsorganisatie moet realiseren, jij bent onderdeel van een systeem, van een systeemwereld. En dat is, die hebben we nodig om onze maatschappij op een voorspelbare en goede manier te laten functioneren. Maar tegelijkertijd kan het ook voorkomen dat je zo in je systeem blijft zitten dat je geen oog meer hebt voor de echte leefwereld, om het zo maar te zeggen. En dat dan die menselijke maat daar ook in verloren gaat. Ja. En dat zijn dingen waar we aan gebouwd hebben. Dat is destijds toen begonnen met Garage de Bedoeling. Dat was een van de instrumenten die we... Garage de Bedoeling. Garage de Bedoeling. Ja. En dat was eigenlijk een soort van... een metafoor waarbij we zeggen,
er is een probleem. Dat willen we oplossen. We willen eigenlijk alle stakeholders bij elkaar brengen. Dus alle mensen die erdoor geraakt worden. En we stoppen ze in een kamer en ze mogen er pas uit als het probleem opgelost is. En dat was die garage. Zeg. En dat was die garage. En dat was ook een metafoor in de zin van, hè, er is een kapotte auto, een probleem. Mensen moesten een overhaal aan, ook om een beetje rangen en standen. Ja, dat klinkt heel misschien een beetje lullig, maar... Nee, het klinkt heel goed, juist. Het had ook een soort van symbolische en functionele functie dat je de hiërarchie een beetje even kwijtraakt. Want ja, als iedereen was daar gelijk en je ging met elkaar werken aan die oplossing. Ja, ja. En dat heeft ons heel erg geholpen. We hebben in een periode denk ik van 3 of 4 jaar, ik geloof, 100 aanvragen gehad. En ik denk een 60-tal garages gedaan die allemaal gingen over problemen die eigenlijk vaak al speelden. Want laten we even weggaan van de metafoor. Maar kan je een voorbeeld noemen van bijvoorbeeld iets waarvan je zegt, nou, zo stond dat letterlijk in de wet. Maar als we keken naar de bedoeling... Nou, dan moesten we het eigenlijk ook misschien wel hierover hebben. Of moesten we zo aan de slag gaan? Ik zit even te denken. We hadden... Er zijn zoveel verschillende voorbeelden. Wat ik wel een interessant voorbeeld destijds toen vond... en dat was niet per se iets waarop de wet aangepast is... maar we zijn ook een analyse gaan maken van wat zijn nou thema's die dan terugkwamen. En heel vaak ging het ook over het collectief en het individueel belang. Ja, ja. En één thema wat toen terugkwam was... je had mensen die hebben hele kleine pensioentjes... En die worden uitbetaald, soms ook naar het buitenland. En dan gaat het echt om minder dan 50 euro. Er was toen ook een regel dat je eigenlijk allerlei afdrachten daar eerst af gaat halen. Bijvoorbeeld voor de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. En dan allemaal apart van die kleine pensioentjes, zeg maar. Ja, ja. Maar dan bleef er soms ook heel weinig over voor de mensen... Terwijl de kans dat die mensen een aanspraak zouden gaan maken op die regelgeving of op die dienstverlening in Nederland eigenlijk heel klein was. En daar was dan de vraag, ja, moet je dan... het idee is, uit voorzorg haal je al die al die afdrachten er al af. Zodat je zeker weet dat je dat binnen hebt en dat je niet later ook met schulden geconfronteerd wordt. Of moet gaan terugvorderen in het buitenland, wat heel ingewikkeld is en kosten met zich meebrengt. Of moet je gaan bedenken, ja, maar voor die mensen die in een ander land leven met een ander prijsspel, kan dat bedrag wel heel veel betekenen. En wat voor afweging maak je daarin? Ja, en dat is dus zeg maar die menselijke maat waar we het over hebben. Dat je echt kijkt van dat betekent iets voor iemand. Heel lang zou de afweging heel snel geweest zijn. Nou ja, weet je, de terugvorderkosten en de transactiekosten van het geld terughalen in het buitenland, die zijn zo hoog. We gaan eigenlijk niet eens... vanuit efficiëntieredeneringen is het gewoon eigenlijk een no-brainer dat je dat eerst probeert binnen te halen. Later zijn we daarover gaan nadenken op wat voor manier zou je daar ook anders naar kunnen kijken. En dus het meer in die leefwereld van de burger treden. Als het gaat om bijvoorbeeld aanvragen indienen. Als het gaat om wat voor bewijs vragen wij nou voor bepaalde situaties die spelen bij. Je moet bewijzen dat je alleen bent. Of je moet bewijzen dat je voor je kinderen onderhoud. Daar zijn we heel erg over aan het nadenken. Ik heb een aantal collega's die zijn in een ander project betrokken. Dat heet Bestuurzorg op Maat. En daarbinnen zijn ze bijvoorbeeld eigenlijk een groot deel van onze beleidsregels opnieuw tegen het licht aan het houden. En we hebben altijd gestreefd naar hele juridische mooie beleidsregels. Waarbij we later gezegd hebben, ja, maar het gaat niet alleen om de juridische schoonheid en begrijpelijkheid van... We hebben het ook heel vaak over gehad in de ECW-webinars. Ja. Maar het gaat ook om de begrijpelijkheid vanuit de burger. En zijn er dingen, en dat was ook heel erg geïnspireerd door het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, Weet is nog geen doen, waarbij we kunnen gaan kijken van, is dit ook wel doenbaar? Ja. En vanuit dat perspectief nog eens een keer naar die beleidsregels gaan kijken. En dan komen er ook dingen terug waarvan je zegt, ja, maar we vragen nu dit, maar dat kan toch misschien ook wel op een makkelijkere manier. Dat ene specifieke formulier of dat ene specifieke bewijsstuk zou dat ook niet op een andere manier kunnen, die wel ook bewijskracht heeft, maar net niet aan die ene... En jullie doen dit nu, hè, in de organisatie. Jullie kijken vanuit die menskant naar al dit soort zaken die spelen. Wat is er nou in jullie organisatie voor nodig geweest om die draai te maken, om zo te gaan kijken, om dat te doen? Want
Ik denk dat sommige mensen denken, ja, ik wil dat ook, maar hoe krijg ik dat daar voor elkaar? Nou, bij ons heeft het natuurlijk heel erg geholpen dat het meteen vanaf de top omarm werd. Dus, tof is eigenlijk nog een leuker woord voor de top. Ja, de top. Nee. Dus dat was toen met Maarten Sturing, maar ja. Ook met Simon Sipma, de opvolger, en de andere leden van de Raad van Bestuur die we nu hebben. Dus dat is één. De toon aan de top bepaalt of iets belangrijk is. En tweede is dat we ook een flinke organisatie hebben opgebouwd om dat werken vanuit de bedoeling te ondersteunen. En dat is, ik speel daar een rol in, maar er zijn veel meer collega's die. Dus jullie hebben echt een afdeling die hiermee bezig is? Nou ja, een groep eigenlijk. Ja. Dus we hebben een programmaleidster, we hebben een aantal beleidsmedewerkers die daarmee bezig zijn, die wel ook veel uit verschillende secties binnen de organisatie komen. Want je wil ook niet dat het alleen maar een stafding is. Nee. En die komen samen in een programma met een aantal werkgroepen. En binnen die werkgroepen hebben we weer een aantal subprojecten waarbij sommige dingen. Supergoed georganiseerd is eigenlijk. Nou ja, maar ja. Maar wel vanuit dat het dus vanuit de top gezien wordt dat dit belangrijk is. Ja. En je moet dan ook gewoon wel weer aan concrete producten gaan werken. Dus je hebt mensen die zijn bezig met de werkinstructies. Je hebt mensen met de systeemondersteuning. Je hebt mensen die bezig zijn met de communicatie naar buiten toe. Je moet een aantal dingen formuleren waarvan je kan zeggen, oké, dat zijn ook hele concrete dingen. Daarmee gaan we aan de slag. En ja, het kost ook tijd en het kost doorzettingsvermogen. Ja. Want we zijn nu vanaf 2016 bezig. Je merkt dat het begint redelijk goed te landen in de organisatie. Maar het vraagt nog steeds ook bij bestuur en ook bij management een soort van doorzettingsvermogen. Want de reguliere krachten van weinig tijd en middelen en veel vraag en technische innovatie en technische achterstanden die weggewerkt moeten worden. Die zetten ook altijd nog weer druk hierop. Dus je moet eigenlijk, het is een trend die je ook blijvend moet verankeren. Ja. En dat blijft aandacht vragen. Ja. Mooi. En hoe delen jullie dan bijvoorbeeld de resultaten van werken op deze manier? Werken volgens de bedoeling, die menselijke maat meer centraal zetten? Nou, we hebben sinds anderhalf jaar nu op ons intranet ook reguliere rubriekjes met verhalen over waar medewerkers trots op zijn. Ja. En hoe zij burgers geholpen hebben. Wat natuurlijk altijd een heel erg snel een interessant vraagstuk is hoe rapporteer je over werken vanuit de bedoeling en over de menselijke maat? En dan wordt er heel snel gezegd, maar er moet een KPI komen of er moet een rapportagestructuur komen. En dat is vaak heel lastig. Dus we hebben toen ook destijds gekozen van, we gaan meer kwalitatief rapporteren. Dus we gaan verhalen van burgers vertellen waar wij impact hebben kunnen maken. En door de jaren heen, we hebben ook daar klantverhalenbundels over gemaakt. Zie je dat zich ook opeenstapelt. En dan wordt het ook toch wel krijgt het ook wel een massa. Waarbij je ziet, maar er zijn echt wel dingen veranderd. Ja. En het schaalt ook wel op. We hebben natuurlijk een communicatie-expert aan tafel. Ja. Dus ik vraag het ook aan jou. Van als je bent hiermee bezig binnen je organisatie. Er gebeuren mooie dingen. Het is moeilijk om het vast te houden. Want er zit allerlei druk vanuit allerlei kanten. Ja. Tijd, geld, klopt. Efficiency. Hoe hou je dan toch dat verhaal levend? Ja. Dat dit belangrijk is. Ook hier geldt eigenlijk weer, als je binnen je organisatie dat wil vergroten. Dat je die menselijke maat ook vanuit de medewerkers hanteert. Eigenlijk wat jij zegt. Hè, goede verhalen delen. Ik ben er nog steeds heel erg van overtuigd dat verhalen heel erg verbinden. Dat als je goede voorbeelden deelt. En zeker als het gaat over mensen die je helpt. En daar goed naar luisteren. Dat iets doet in het volume creëren wat jij net zei. En dat geldt eigenlijk voor heel veel partijen waar je mee bezig bent. Dat als je de verhalen goed kunt delen. Bijvoorbeeld kijk naar de toeslagenaffaire. Ik vind dat een goed voorbeeld. Daar zijn nu mensen die echt als luisteraars ingezet worden. En die als luisteraar aan de gang gaan om die verhalen te horen. Dus er is een soort formalisatie van iets wat je communicatief normaal gesproken denkt te doen. En dat is dat je gewoon luisteraars als zodanig benoemt als het gaat over het verbeteren van zaken die in die systeemwereld vastlopen. Ja. En als je dat intern goed doet, dan is dat ook een enorme kracht naar buiten toe. Dus daar is interne communicatie weer heel erg belangrijk. Heel belangrijk, ja. Als we het dan over die menselijke maat hebben, zijn er dan dingen, je hoort dit, en als je naar die trend kijkt, dat vind ik ook nog belangrijk als we het over dit onderwerp hebben. Ja, wat ik heel fijn vind is dat de ISO-standaard er is als het gaat over begrijpelijkheid van communicatie. En het mooie van de ISO-standaard die in 2023 is vastgesteld, is dat daar een extra begrip aan toegevoegd is. Eigenlijk een stapje, een schepje erbovenop, waarbij gezegd wordt, als je nou communiceert, of je nou zendt, ontvangt, of in die oude modellen denkt, dat maakt niet uit.
is dit iets wat bruikbaar is voor degene voor wie je dit doet? Ja. En die bruikbaarheid als een soort stap erbovenop vind ik voor, zowel vanuit dienstverlening als vanuit communicatie een ongelooflijk goed en fijn begrip erbij om dus te hebben. Dus naast begrijpelijk zijn, precies, ook zorgen dat het bruikbaar en toepasbaar is. En dan doe je dus, voldoe je wellicht aan alle normen als het gaat over taal of over beeld of over vindbaarheid. Maar dan nog laat het ook iets zijn waar iemand wat aan heeft, waar hij op zit te wachten. Ja. En dat vind ik echt weer een fijne nieuwe ontwikkeling. En ik raad ook elke professional aan om daarmee aan de slag te gaan. Wij doen vanuit ons bureau Tappan de Tappan ISO-check. Van voldoet nou jouw tekst aan al die zaken, of voldoet jouw uiting aan al die zaken. Dus dat is heel praktisch, maar doe dat vooral, maak het begrijpelijk. Maak er niet te veel van. Zorg dat het behapbaar blijft. Ja. En is het echt iets waar iemand op zit te wachten of mee geholpen is? Eigenlijk, dat is echt een kern waar je komt als je die vraag stelt. En daar ben ik heel enthousiast over. Ja. In het kader van duidelijk zijn. Hoe doen jullie dat? Nou, ik vind het wel interessant, want hier zit ook wel een bruggetje naar data-ethiek toe, denk ik. En naar het denken over... daar zit er al sowieso een soort van werken vanuit bedoelingen, menselijk rekening houden met de menselijke maat. Daar zit al, dat gaat al heel gauw naar ethiek en het idee van wanneer zijn wij nou het goede aan het doen als overheidsorganisatie en als ambtenaren. En vanuit dat, je bent natuurlijk je moet een bepaald publiek belang dienen. Er is een rechtsstaat waar je rekening mee moet houden. Maar daarnaast moet je wel ook goed nadenken over wat is nou hetgene waarvoor ik aan de lat sta en hoe doe ik dat op een goede manier. Daar hoort communicatie natuurlijk ook bij. Wat je bij ons ziet is dat wij doen hele grootschalige uitvoeringen van processen. Dus we hebben ook veel geautomatiseerde briefgeneratie, om het zo maar te zeggen. Ja. En daar merk je dat, dat het best wel lastig is. Want veel brieven die worden in kleine deeltjes gemaakt. Die deeltjes worden individueel door communicatie gecheckt. Die brieven bestaan eigenlijk uit een soort Lego-blokjes. Ja. En naar gelang jouw situatie worden de Lego-blokjes in de brief gezet. En dan komt het wel eens voor dat er dingen in staan waarvan je denkt, ja, maar hè, wat betekent dit nou? Of niet zo logisch dat dit bij elkaar is gezet. Nou ja, of tegenstrijdigheden. En zelfs dat. Dat kan, daar zit dus echt wel een ding waar we ook over moeten nadenken in de architectuur van je systeem en in de architectuur van je processen. Hoe kan je toch een soort van oplossingen verzinnen waarbij je denkt, oké, ik zie dat hier iets misgaat, omdat dat geoptimaliseerde systeem is iets tegengekomen wat net niet in dat het brede pad van waarvoor het geoptimaliseerd is past, waardoor er iets geks ontstaat. Kan je dan in je systeem, in je proces, toch nog iets inbouwen waarmee je kan zorgen dat een mens dat kan corrigeren? Ja. En wat je heel lang zag, is dat eigenlijk, dat heette dan straight-through processing, dus je wil zoveel mogelijk iets wat in dat proces gaat, zo snel mogelijk door een proces laten gaan. En eigenlijk het liefst met zo min mogelijk menselijke interventies. Want elke keer als een mens eraan komt, is het een risico dat er een fout plaatsvindt. Dat is een bepaalde manier van optimaliseren. Ja. En dat hebben we jarenlang gedaan. Hè. In overheid, vanaf de jaren 90 is dat, denk ik, misschien zelfs wel eerder bij de overheid een soort van ideaal geweest. Daar moeten we aan voldoen, want daarmee realiseren we bepaalde efficiëntie. En tot op zekere hoogte kan dat ook zeker. Maar zo'n systeem gaat nooit perfect zijn. Dus je moet ook gaan nadenken over wat zijn nou eigenlijk een soort van beheersmaatregelen die ik neem om dat maatwerk te kunnen leveren. Om te gaan met die situaties die niet passen in mijn ideaalbeeld waarvoor ik geoptimaliseerd heb. En eigenlijk, en dat is ook wel weer een trend die ik ook wel zie, is dat we zeggen, we gaan niet alleen optimaliseren en de winsten terug laten vloeien naar het ministerie. Maar je gaat ook een deel van die winsten bijvoorbeeld investeren in je maatwerkcapaciteit. Om daarmee mensen op te leiden. En ja, want je zegt ook, daar heb je wel mensen weer voor nodig. Ja, ik denk dat je per definitie, je kan fantastische systemen bouwen, maar systemen blijven altijd ergens tekortschieten, want je kan nooit de volledige realiteit modelleren in een systeem. Systemen zijn altijd een abstractie. Je creëert een versimpeling van de realiteit en daarop bouw je systeem en modelleer je systeem. Dus er blijven altijd dingetjes die er niet in passen. En dan helpt het om mensen te hebben die genoeg van het systeem begrijpen dat ze kunnen zien waar het misgaat en genoeg ervaring en creativiteit hebben om te zien, oké, maar als we dat nou zo doen, dan kunnen we dat zo oplossen. Maar dat vraagt wel dat je dus in je systeem en in de architectuur van je proces en systeem zo'n aangrijpingspunt hebt gebouwd, waarmee je dus wel weer als mens kan ingrijpen om te zorgen dat zo'n brief gecorrigeerd wordt, bijvoorbeeld. Ja.
Mooi stapje straks ook naar AI, want volgens mij gaan we het daar hier ook over hebben. Maar voordat we dat doen, is er ook nog een vraag binnengekomen van Henriette. Dankjewel voor je vraag. En ik stel hem aan jou, Carolien, want jij had het over die bruikbaarheid en toepasbaarheid. En zij vraagt, maar hoe meet je dat dan? Hoe meet je dat bij de ontvanger? Dat is een hele goede vraag. Dat is echt bijna een onderzoeksvraag, denk ik. Jij zei net al, van je doet ook in je rapportage bijvoorbeeld zaken kwalitatief. Dat kan een hele goede oplossing zijn om iets toch zichtbaar te maken. Dat kun je wel degelijk op een kwalitatieve manier doen. Kwantitatief is dat heel erg afhankelijk van waar het over gaat. Dus bij een SVB kan ik me voorstellen dat je ook kwantitatief dingen kunt onderzoeken. Maar dat is niet overal zo. Dus het kan ook gaan over beleid. Landt dat goed bij lagere overheden, bijvoorbeeld vanuit een departement? Ja, dat moet je ook meten. Maar dat gaat heel vaak over kwaliteit. Heb je het begrepen? Is het weer bruikbaar voor jou? Is het toepasbaar? Dus ik zou de parameters die je aanbrengt in onderzoek heel erg enten op: klopt dit nou wat we hebben bedacht en is het voor jou wat je nodig hebt? En dat doe je dus met kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld door te gaan testen. Precies, en dat is echt altijd de doelgroep betrekken bij wat je doet, is echt een randvoorwaarde voor veel professionals. Dus het onderzoek doen en het op onderzoek, op basis van onderzoek werken, het accountable zijn, noemden we dat eigenlijk. Ja. Dat vind ik een enorme belangrijke factor voor communicatieprofessionals. Want je moet altijd kunnen herleiden waarop je de zaken waarop je de beslissing neemt. Dus daarmee zeg je ook, zie dat ook echt als onderdeel van je werk om zelf te zorgen dat je accountable bent. Het vreselijke woord maar weer. Maar wel, ik pas hier heel erg op welke woord. Maar dat is belangrijk als onderdeel van je werk. Ja, en het geldt zowel voorafgaand aan het begin van je werk, dat je zorgt dat je op onderzoek baseert. Dus als je het hebt over een aanname, bijvoorbeeld van een beleidsafdeling, zorg dat je die communicatief ook checkt. Dus doe je media-analyses, doe je omgevingsanalyses, doe je stakeholder-analyses. Blijf monitoren gedurende je communicatieproces. Weet waar je staat in dat proces. En vervolgens in je evaluatie zorg ook dat je wat je terugkrijgt weer opnieuw gebruikt. Ja. En dat is iets wat niet altijd in de genen van de organisatie zit. Dus het is ook iets waar je altijd weer pleidooi voor moet voeren als communicatie. Ja. Misschien kunnen we daar nog wel een hele nieuwe uitzending over. Ja. Hoe je dat pleidooi dan voert. Ja. Ik denk dat veel mensen ook, ikzelf ook, met die vraag zitten. Ja, hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dan dat dat ook zo gezien wordt binnen mijn vak? Maar goed, we moeten het ook nog over AI hebben vandaag. Ja. En we hebben ook nog een gast online die daar van alles over kan vertellen. Maar eerst nog eventjes aan jullie, Carolien. Hoe belangrijk wordt nou AI voor communicatieprofessionals en dienstverleningsprofessionals? Ja, zeker. Het is al heel belangrijk. Het is voor ons een nieuwe taal waar we het al eerder over hadden. Als je naar de trends kijkt voor ons als communicatieprofessional. Binnen de overheid is er wel een rem op gezet, omdat je ook merkt dat de overheid heel zorgvuldig wil omgaan met persoonsgegevens, met veiligheid, met veiligheid van de systemen zelf. Er wordt natuurlijk ongelooflijk veel aangevallen op dit moment in onze maatschappij. En er zijn echt om de haverklap fikse systemen die eruit liggen. Dat is heel ingewikkeld. Dus ik begrijp die voorzichtigheid van de overheid ook als het om AI gaat. Alleen, wij zien natuurlijk vanuit de werkelijke wereld om ons heen dat AI door en door en door blijft gaan. Het is natuurlijk iets wat zichzelf verbetert. Ja. Hè? En heel veel professionals in het veld gebruiken AI als toets. En eigenlijk wat Alex net ook aangaf, als je AI gebruikt, blijft het altijd nodig om die menselijke duiding te geven. Misschien ben je wel slechter dan een systeem als een mens, maar mensen hebben behoefte aan duiding door mensen. Ja. En een systeem kan het je nog 10 keer zo goed uitleggen. Toch blijft die afhankelijkheid van, als Lodewijk mij iets vertelt, geloof ik het misschien eerder dan wanneer ik het van een systeem lees. Laten we hopen dat het zo is in dit Niets menselijks is ons vreemd. Dus maar je zei net van, er zijn professionals in het veld ermee bezig. We hebben er één online klaar zitten voor ons. En dat is Sander Rijs. Je bent innovatiemanager bij het UWV. Wat fijn dat je er bent. En jullie experimenteren al met AI, daar willen we het graag over hebben. Maar eerst nog eventjes, wie ben jij precies en wat doe je precies bij het UWV? Goedemorgen allemaal. Ik ben Sander Rijs, innovatiemanager bij UWV. En ja, wij houden ons vanuit innovatie bezig met het verbeteren van de dienstverlening. We kijken ook heel erg naar buiten. Wat gebeurt er buiten UWV? Hoe kunnen we zaken van buiten naar binnen halen? Een voorbeeld daarvan is een chatbot die loopt momenteel. Dat zijn ontwikkelingen die buiten de UWV begonnen. Dan kijken wij in
beginnen we altijd een klein experiment. Wat betekent het voor onze cliënten? Wat betekent het voor de organisatie? En als het positief is, dan kunnen we dat implementeren. Ja. Ook een van de onderwerpen is ook AI. Ja. En over dat AI gesproken, er zijn natuurlijk allerlei richtlijnen van het kabinet. En die hebben vooral betrekking op die generatieve AI. Hè, waar we het ook al eerder in een webinar over hebben gehad. En het linkje naar dat webinar, dat zie je nu in de chat verschijnen. Maar als we het daarover hebben, hoe zorgen jullie dan dat zoiets veilig is? Ja, dat is een goede vraag. Wij hebben inmiddels een proeftuin ingericht. En dat is een afgesloten digitale omgeving. En dat is ook in lijn met het voorlopig standpunt vanuit de Rijksoverheid. Voor het gebruik van generatieve AI. En in die proeftuin kunnen wij experimenten uitvoeren. En dat is daarin in die proeftuin staat een taalmodel. Maar alles wat wij daarin stoppen, dat kan niet naar buiten. En we trainen ook niet dat taalmodel voor anderen. En een extra veiligheid is dat alles, een extra voorwaarde bij de experimenten is dat we geen gebruik maken van persoonsgegevens. Dus dat is eigenlijk nog een extra stap. Ja, en ik heb begrepen dat er bij jullie ook een soort ethische commissie is. Die kijkt dan mee. Ja, klopt. Ja, we hebben een MFT, dat is een multifunctioneel team. En daar zitten, IT-architecten in, maar ook mensen van de ethische commissie. En zij toetsen eigenlijk de experimenten voordat ze in de proeftuin gaan. Ja. Ja. Dus allemaal in een hele veilige omgeving. Nou ja, dan zijn we natuurlijk benieuwd. Wat zijn jullie dan aan het testen? Ja, nou ja, dat haakt ook heel erg wat ik net allemaal hoorde. Maar waar we het verst mee zijn, dat is een experiment voor generatieve AI als ondersteuning voor de redactie. En dat komt eigenlijk, dat is heel praktische aard. We, als UWV versturen we enorm veel brieven, 60 miljoen per jaar. En die worden opgebouwd uit 7000 templates. En ook wat Alex net zei, dat zijn allemaal variabelen, et cetera. En dat de meeste, of veel daarvan, zijn niet klantvriendelijk genoeg. En er loopt een project voor om dat allemaal te herschrijven. Maar met de huidige tijdlijn zou dat nog 10, 15 jaar gaan duren. We zijn nu in het experiment aan het onderzoeken of generatieve AI kan ondersteunen. Daar zijn we nu het verst mee. Waarbij we ook de schrijfwijzer, de schrijfregels van UWV kunnen koppelen aan het taalmodel. We hebben woordenlijsten, die kunnen we inmiddels toevoegen. En de continue feedback van redacteuren, want het is verre van perfect nog. De aannames die we willen toetsen is, kan dit helpen om dat te versnellen, om die verbeteringen te versnellen. En dus om uiteindelijk sneller klantvriendelijkere brieven te krijgen. Ja. En hebben jullie daar al resultaten van of zijn jullie nog echt in de beginfase? Nou, we zijn nu in de fase, we hebben zeker resultaten, maar het draait nu vooral om, kunnen we de output van zo'n taalmodel, kunnen we dat goed genoeg krijgen? Oh ja. En we werken in sprints en de feedback van redacteuren, die is enerzijds heel inhoudelijk van wat kunnen we verbeteren. Heel concreet, nu bij de laatste test kwam eruit dat woorden tussen aanhalingstekens ook door het taalmodel vereenvoudigd werden. Maar dat zijn woorden die moeten blijven staan zoals ze zijn. Maar ook hele ervaren redacteuren zijn echt wel vaak onder de indruk van de uitkomst. Echt wauw-momenten. Dus het is een soort les in bijeenschrijven die je krijgt. En het haalt je echt een beetje uit de jargonbubbel. Dat zijn wel dat is een beetje de rode draad die we horen. Ja, en waarin je dus ook ziet dat een menselijk oog nog altijd belangrijk is. Ja, enorm belangrijk. Dus ik denk ook niet dat het, en dat mag ook niet met de huidige standpunten. Dus dat wil ik ook wel benadrukken. Wat we in die proeftuin doen, dat gaat zeker niet nog naar de cliënt. Dit is echt een experimenteerfase waarin we willen kijken van, biedt het echt waarde? Enerzijds, anderzijds ook om de organisatie daarin mee te nemen. Want wij denken ook dat het een trend is die niet weggaat, net zoals Caroline zei. En we kregen ook een vraag van een kijker en dat ging dan over vertalingen. Is dat ook iets waar jullie dan mee bezig zijn in die proeftuin? Ja, dat staat wel op de lijst om op te pakken. Dat is een hele mooie use case. Ik weet even geen Nederlands woord ervoor. Iedereen altijd bij deze directeur bij elk woord wat hij zegt heel erg aangaat. Maar goed, ik heb op een gegeven moment dat jij een heleboel redacteuren daar hebt zitten die jou vast kunnen helpen voor een beter woord hiervoor. Maar goed, we gaan door. Het vertalen, ja. Ja, daar gaan we mee beginnen. En dat zal wel enigszins dezelfde aanpak als het geven van feedback krijgen. Waarbij je ook weer werkt met een woordenlijst. In die woordenlijst kun je bijvoorbeeld woorden opnemen die wij als UWV
gebruiken vanuit de wet bijvoorbeeld. Dat zijn dingen als SV-loon. Nou, het is een onmogelijk woord, maar dat moeten wij gebruiken. Of woorden die je absoluut niet mag gebruiken. We zagen in het begin van teksten ook dat het taalmodel geld ging gebruiken in plaats van uitkering. Nou, dat is iets wat we afgesproken hebben, dat mag niet. Dus zo zullen we dat ook bij de vertaling gaan doen. Dus werken met een woordenlijst, werken met schrijfregels, werken met voorbeelden. Wat is een goede vertaling? En als derde stap de continue feedback van een redactie. We hebben een aparte Engelstalige redacteuren bij UWV werken. Dus dat, ja, daar zijn we nog niet zo ver mee, maar dat gaan we ook oppakken via dezelfde werkwijze. Ja, wat mooi om te horen. Je zei net ook iets over chatbots. Wat is jullie ervaring daarmee? Ja, we hebben nu een ouderwetse chatbot. Zij heet Sarah. Die kun je nu vinden op de website. En dat is, ja, ik zeg ouderwets, omdat die moet je echt nog voeden met vraag-antwoord combinaties. En de nieuwe generatie, ook door Gen AI, die koppel je eigenlijk gewoon aan je database, je informatiebronnen. En die kunnen veel beter antwoord geven. Dus dat is voor ons wel een volgende stap die we aan het onderzoeken zijn. En ja, de chatbot zal nooit hele complexe vragen gaan beantwoorden. Daar is het ook niet voor bedoeld. Maar wel eigenlijk ook om maatwerk te kunnen bieden. Meer maatwerk bij de KCC, bij de klantcontactcentra. Want je kunt de chatbot vragen, oké, hoe laat is het kantoor open in Almere? En dan hoef je dan niet een medewerker voor lastig te vallen. Die heeft dan ruimte om meer complexe zaken op te pakken. Ja, nou ja, en dan toch misschien over dat lastig vallen. Want de menselijke maat, mensen die misschien gewoon iemand willen spreken. Hoe houden jullie daar dan rekening mee in jullie werk en de experimenten die jullie doen? Ja, goede vraag. De chatbot zal altijd bij complexe zaken doorverwijzen. En worden hier continu testen, gebruikers testen op losgelaten. En mensen vinden het over het algemeen prettig om snel daar informatie via op te zoeken. En het biedt dus juist bij de klantcontactcentra, waar een enorm onderbezetting ook is. Het is heel moeilijk om daar personeel voor te vinden. Biedt het daar juist weer ruimte om maatwerk te bieden. Ja, dus dan zet je dat juist meer in op dat maatwerk, omdat dat ook nodig blijft. Ja. We hadden het natuurlijk over de trends voor het komende jaar. Wat gaan jullie het komende jaar eigenlijk allemaal doen? En we zijn natuurlijk ook reuze benieuwd, hoe gaan jullie dan je resultaten delen met de wereld? Ook vanuit het standpunt van de Rijksoverheid over het gebruik van GenAI, ook een onderdeel daarvan is wat komende jaar opgezet gaat worden, is dat er een overheidsbrede hub wordt opgezet, waarin alle initiatieven samenkomen. Dus daar kijk ik zelf ook heel erg naar uit. Want volgens mij gebeuren er heel veel experimenten binnen de overheid op dit gebied. Het lijkt mij en mijn andere innovatiecollega's heel prettig als we dat meer samen kunnen brengen, al die inzichten. Maar waar wij concreet mee bezig zijn, wij noemen het content optimalisatie. En daar valt nu het geven van feedback onder, maar ook vertalen en samenvatten. Mm-hmm. Verder hebben we ook interessante experimenten waarbij je kunt praten met documenten. Nou, we hebben als organisatie enorm veel lijvige documenten die onze medewerkers intern moeten naslaan. Dat gaat nu nog gewoon met Ctrl-F en dingen opzoeken en hopen dat je het kunt vinden. Maar als je dat in een gesloten taalmodel stopt, dan kun je daar heel intuïtief mee gaan zoeken. Dus dat is ook wel iets waar wij naar uitkijken. En ik denk dat we zo nog maar een keer bij je terug gaan komen om ook te horen van wat is daar allemaal uitgekomen. Voor nu wil ik je ontzettend bedanken voor deze duiding van wat jullie allemaal doen. Blijf ermee doorgaan en blijf het vooral ook delen met ons. Dankjewel. Is goed. Ja, dankjewel. Ja, want Alex, als je dit hoort, herken je deze dingen en deze experimenten? Zeker. Wij werken ook we hebben ook een innovatieclub en die werkt ook samen met het UWV. Dus we zijn ook aan het kijken om een soort chat-assistent. We zijn ook zelf intern aan het kijken, kunnen we iets bouwen waarmee we onze kennisdatabase, die gewoon heel groot is. Wij voeren best wel veel wetten uit, 15 meer zelfs. AOW, kinderbijslag, AMW. Mm-hmm. En dan nog wat kleinere regelingen. Daar zitten meer dan 10.000 pagina's aan kennissysteem achter, waar allerlei instructies, uitleg van regels, beleidsregels, processen, protocollen, allerlei dingen in staan. Om daarin te zoeken
is het inderdaad best wel ingewikkeld om dat met Ctrl-F te doen. Dus we zouden eigenlijk iets willen bouwen waarmee je inderdaad interactie daarmee kan maken. Of hebben en dat je die dat kan bevragen. Maar een van de dingen waar ik dan bijvoorbeeld voor pleit bij het ontwerp daarvan is dat je dat ding geen antwoorden gaat geven, maar dat het vragen terug gaat stellen. Dus dat het, want er zit altijd een beetje gevaar dat als je een AI of een computersysteem vragen gaat stellen, dat mensen dan denken, oh, die computer zal het wel beter weten, ik hoef niet meer na te denken. Ja. Nou, dat wil je voorkomen en dat kan je voorkomen door ook op ontwerpniveau na te denken. Wat zijn nou maatregelen die ik kan nemen om te zorgen dat die kans verkleind wordt? En één zo'n ding zou kunnen zijn dat je een ontwerpkeuze maakt waarbij je zegt, hij geeft geen antwoorden, maar hij stelt vragen terug. En kan je een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld, ik zoek iets op, ik moet zo'n heel lijvig document. Heb je daar al gekeken? Heb je hier al aan gedacht? Heb je op die plek gezocht? Dus dat je wel, dat je wel helpt met het vinden van de kennis, maar dat je wel ook nog zelf gestimuleerd wordt om te blijven nadenken. Want een van de dingen die ook, we zijn ook bezig met AI-beleid en een van de elementen die daar bijvoorbeeld in terugkomt is, wij willen graag complementariteit, dus aansluitendheid tussen mens en machine. Je wil dat die computer en die mens elkaar versterken op zo'n manier dat het een positieve, eigenlijk is 1 plus 1 is 3. Dat zou het wensbeeld moeten zijn. Dus je moet ook nadenken, als je een technische applicatie bouwt, hoe ziet die positieve complementariteit er dan uit. Ja. Wat betekent en een dat van de manieren is bijvoorbeeld door vragen terug te stellen. Het lijkt me voor communicatieprofessionals super fijn. Je wordt ergens op weer een ingewikkeld beleidsterrein gezet en je denkt, ik snap er helemaal niks van. Waar gaat het precies over? Ja. En dat je dat even kan vragen. Het is ontzettend goed. We zijn natuurlijk van oudsher. Hè? Ik zit al heel lang in dit vak, 35 jaar. Nou, de management samenvatting is echt nog steeds leidend voor heel veel communicatie. Ja. En dit soort zaken, nou eigenlijk wat jij net zegt, mens en machine, om het maar even makkelijk te zeggen, op elkaar aan laten blijven sluiten en elkaar laten versterken, zodat het echt het geheel beter is dan de som der delen. Dat lijkt mij mogelijk, nu ik hier zit, iets wat dieper de trend in kan gaan. Dat zou me niet verbazen. Ik vind het heel mooi als ik jullie beiden hoor om eigenlijk dat verhaal te horen. En het vergemakkelijken van een heleboel professionele zaken. Dus het bijvoorbeeld samenvatten van een ingewikkeld iets. We hebben natuurlijk binnen die overheid gelden rapporten op bijvoorbeeld een klimaatdoelstelling die een gemiddelde leek niet kan lezen, omdat ze super wetenschappelijk zijn en ook echt heel toegankelijk voor een kleine groep. Nou, die moet je toch vertalen. Het gaat over CO2-normen. Wat is dat dan? Ja. Hoe ziet het er dan uit? Waar gaat het over? En ik zie zomaar voor me dat je bijvoorbeeld een goed klimaatverhaal op deze manier veel helderder op tafel krijgt. En bruikbaarder en toepasbaarder. Precies, waar we het precies. En dan zijn we er weer. Wat we ook net hoorden zeggen, voordat we naar de kijkersvragen trouwens gaan, dus heb je nog een goede vraag, stel hem vooral via de chat. Ik hoorde iets over personeelstekort. Het heeft ook ermee te maken dat we gewoon te weinig mensen kunnen vinden. Herken jij dat? Zeker, nou ja, het is best. Kijk, ik denk dat een trend verder vooruitkijkend is. Hè? Je blijft die automatisering en die optimalisering van je systemen voor de simpele gevallen, of in ieder geval voor een deel van de gevallen, of gevalsbehandeling die gewoon geautomatiseerd of deels geautomatiseerd afgehandeld kan worden, dat blijft. Maar daarnaast moet je dus die capaciteit opbouwen om met dat maatwerk om te gaan. En daar moet je ook wel de juiste mensen voor kunnen vinden die ook de ervaring daarmee hebben. En wat je nu ziet is dat er soms best wel in veel reguliere processen zitten nog veel mensen die eigenlijk vooral ondersteunen aan dat meer gestandardiseerde proces. Als je die ook naar de maatwerk toe wil brengen, dat vraagt ook een investering. En soms moet je daar ook nu weer nieuwe mensen voor aannemen. En het is best wel lastig. We hadden recentelijk ook een project waarin we een aanpassing wilden doen binnen de organisatie. En ik dacht altijd, misschien naïef gedacht, geld is vaak het probleem. En in deze situatie was dat eigenlijk niet het probleem. Want er zijn bijvoorbeeld dus een werk aan uitvoering, zo'n programma. Nou, er is heel veel geld voor de lange termijn om te investeren in menselijke maat en het leveren van maatwerk. Maar waar je bij dat soort dingen dan tegenaan loopt is, kan je die bijvoorbeeld 200 man die je extra nodig hebt om een bepaald onderdeel van je dienstverlening te verbeteren en meer ruimte te geven voor maatwerk, kan je die überhaupt vinden in de huidige arbeidsmarkt? En dat is best nog wel moeilijk. Dus dat wordt ook nog een behoorlijke uitdaging. Nou ja, ik denk dat daar kan AI zeker een rol in spelen. Maar ik denk ook niet dat AI heel snel de mensen volledig zal vervangen. En je moet goed blijven nadenken, wat ik net al zei, waar vult het elkaar aan?
En welke dingen kan je ook op een manier dat het vertrouwen blijft geven? Want dat is natuurlijk een van de ook een trend, denk ik. Zeker. Het vertrouwen terugwinnen in de rechtsstaat en in het functioneren van de overheid. Ja. Daarbij kan je die technologie gebruiken, maar dan moet je dan wel op een hele transparante, maar ook op een soort van oprechte manier doen. En ook zeggen, joh, dit is hoe we die technologie gebruiken voor dit soort dingen. Maar dit zijn ook de grenzen die we ingebouwd hebben om te zorgen dat we die menselijke maat recht aan kunnen doen. Ja. Ja. Mooi gezegd. Er zijn mooie vragen ook binnengekomen. En een van die vragen die kwam van David van Gijn. En daar gaan we nu naar kijken. Hallo, ik ben David van Gijn en ik ben beleidsadviseur dienstverlening voor de ABG-organisatie. Dat is een ambtelijke organisatie die werkt voor de gemeente Alphen-Kaam, Baarle-Nassau en Geels en Rijen. Dat zijn drie kleine gemeenten, maar ondanks dat we klein zijn, zetten we wel flink in op het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen we wel met beperkte menskracht en met beperkt geld. We kunnen dus als kleine gemeente niet altijd direct op elke trend inspringen. Mijn vraag is daarom, wat zijn nou de trends waar kleine gemeenten direct op kunnen inspringen of misschien wel op moeten inspringen in 2024? Dankjewel David voor deze mooie vraag. Ik ga meteen naar jou, Carolien, want ik zag jou ook kijken tijdens de vraag. Ja. Je zegt, hier wil ik iets over zeggen. Ja, ik denk het fijne is dat we als we naar de trends kijken, ze zeker ook toepasbaar zijn voor kleine gemeenten. En ik denk ook dat kleine gemeenten juist de trends goed moeten volgen, omdat zij vaak ook in staat zijn om heel snel de goede dingen te doen. Bij een kleine gemeente, ik zeg maar even heel simpel, is het contact met de bewoners soms ook makkelijker dan in een hele grote gemeente. Heb je minder die systeemwereld nodig. Misschien ook minder die lagen. Minder die lagen. En ik zou er heel erg voor willen pleiten dat de websites waar de gemeente, zeg maar de afhankelijkheidsinformatie die iemand nodig heeft, dus de uitkeringen, de paspoorten, de regelingen die er zijn voor mensen met een klein portemonnee, dat ze zich beperken tot de kern van wat die burgers nodig hebben. Dat zou de grote gemeente uiteraard ook moeten doen, maar kleine gemeenten kunnen vaak wat sneller dat oerwoud aan webpagina's kappen. Dat is echt één ding wat ook helpt bij duidelijkheid. De Rijksoverheid heeft echt een ongelooflijke hoeveelheid websites. Daarin tot de essentie terugbrengen wat er nodig is, helpt al enorm. Dat onderhoud doen aan die websites, zorgen dat de redactie alert is op, is nou nog steeds bruikbaar wat we hier op hebben staan of kan het eraf? En dat wat Sander ook schetste voor zijn KCC, daar zou je zeg maar een goed gebruik van wat er nodig is op basis van het onderzoek, op basis van wat je ziet gebeuren en het terugbrengen tot de kern, daar kun je meteen mee aan de slag. Daar kan je morgen mee beginnen. Mooi. We hebben nog een vraag. En een vraag van Marieke. Dank je wel. En die stel ik aan jou, Alex. Want zij zegt, het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat de overheid een soort van rem heeft gezet op het gebruik of toepassen van AI door communicatieprofessionals binnen de overheid. Maar, zegt Marieke, ik ben wel een beetje bang dat we hierdoor als ambtenaren gaan achterlopen op bijvoorbeeld de commerciële wereld. Want die hebben al gigantische stappen gezet. Dat zijn ze ook aan het doen. Die zijn veel meer aan het experimenteren. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ja en nee. Ik denk sowieso dat het goed is dat we als overheid onze eigen capaciteit ontwikkelen op het terrein van ontwikkeling van AI. En dus ook echt wel zelf gaan experimenteren. Want je wil dat niet alleen aan de markt overlaten. Je wil zelf interne kennis hebben waarmee je desnoods dingen op de markt ook kan inkopen. Maar als je helemaal die kennis niet hebt, dan ben je overgeleverd aan andere krachten, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat we ook moeten bedenken dat de randvoorwaarden die je nodig hebt om AI goed in te kunnen zetten, dat je daar echt goed over moet nadenken. En dat gaat dan om dingen als datakwaliteit, gegevensuitwisseling, überhaupt. Dus dat zijn eigenlijk dingen die die vaak wat minder sexy zijn. Maar je kan een prachtig AI-model hebben, maar als de data die erin gaat vanuit de oude systemen die je hebt, die soms al 30 of 40 jaar oud zijn, waar verschillende talen ingesproken werden, waar verschillende databases gecombineerd zijn, waar dus allerlei kleine foutjes ingeslopen kunnen zijn. Als je dat gaat stoppen in zo'n model, dan krijg je nog steeds problemen. Dus je moet ook die randvoorwaarden van je datakwaliteit, de kwaliteit van je model zelf, maar ook de governance is ook, maar in ieder geval de verantwoordelijkheidsverdeling van hoe ga je dat inzetten, daar moet je goed over nadenken. En ik denk dat we als overheid daar wel nog een extra verantwoordelijkheid bij hebben. Want wij zijn
wij moeten niet alleen maar winst. Hè? Een bedrijf kan zeggen, wij gaan winst creëren en we gaan onze aandeelhouders of misschien nog een paar andere stakeholders belang voor opzetten. Maar wij moeten zowel leveren aan Den Haag, aan de ministeries, aan het publiek, aan de Tweede Kamer, aan andere overheidsorganisaties. Dus wij hebben een hele brede groep aan partijen waar we rekening mee moeten houden. En dat kan je ook beter doen door af en toe een beetje even voorzichtig zijn en er goed over na te denken. Ja, en je kan wel experimenteren. We hebben natuurlijk aan het voorbeeld van zeker. Sander gezien. En dat heb je dus ook nodig. Dus het is onder de juiste omstandigheden experimenteren, absoluut. Juist om die kennis binnen te halen. En tegelijkertijd goed blijven nadenken. Ja, maar als je dat gaat inzetten, ben je dan... Een ander aspect dat er ook een rol bij speelt is, ben je een pleister aan het plakken op iets fundamenteels? Ja. En moet je dan niet misschien ook gaan kijken of je dat fundamentele probleem moet gaan aanpakken? En AI kan daar misschien een tijdelijk iets voor zijn, maar heel vaak zit er toch nog iets achter wat je echt op een fundamenteel... En dan komen we weer terug op die menselijke maat en daar goed naar op zoek gaan. Nog een andere vraag. Hoe zit het dan met interne communicatie? We hebben het nu over trends gehad die lijken heel erg te gaan over de buitenwereld. Maar binnen al die overheidsorganisaties zijn we ook continu aan het communiceren met elkaar. Is daar nog iets over trends te zeggen? Ja, ik denk dat je wel kunt zeggen dat zeker op de departementen de aandacht voor de communicatie naar buiten toe rondom de opdrachten en de prioriteiten van het kabinet heel groot is geworden de afgelopen vijf jaar, laat ik dat maar even zeggen. En dat gaat wel een beetje ten koste van de interne communicatie. Je ziet gewoon dat er minder mensen actief bezig kunnen zijn met interne communicatie als discipline. Ik durf dat niet heel hard te beweren, want het zal bij het ene ministerie anders zijn dan bij het andere overheid. Maar die interne wereld is wel heel belangrijk. En een van de dingen die ik merk, ik heb inmiddels bijvoorbeeld twee PNO-afdelingen of een PNO-afdeling twee trainingen gegeven, omdat je merkt dat de mensen daar behoefte aan hebben. Dus het communicatief... En dan heb je het over communicatietrainingen. Communicatietrainingen, ja. Dus echt mensen zelf communicatief ook over hun beleid, bijvoorbeeld als ze beleidsmedewerker zijn, laten nadenken. Dat helpt ook. Dus ik denk dat er ook wel een verschuiving is van die vaardigheden overbrengen op een ander. Omdat die behoefte aan interne communicatie nou eenmaal heel groot is. Ja. En daar kun je maar beter gebruik van maken als je een beetje een grote organisatie bent. Omdat het je heel vaak helpt om of zaken... in zo'n kleine organisatie. Of hè, in zo'n kleine organisatie. Daar heel... Zeker daar ook. En daar is het misschien wat makkelijker te organiseren weer. Omdat het klein is. Maar het blijft essentieel dat wat je in die binnenwereld voor elkaar wil krijgen, dat je dat bespreekt met elkaar. We hebben zo in het staartje van deze uitzending ook nog een interne trend misschien wel te pakken. We gaan kijken of ze allemaal terugkomen in de trends van jullie. Voordat we afsluiten, vragen we altijd naar de gouden tip van jullie, van de gasten hier aan tafel. Alex, wat is jouw tip aan de kijker? Waar kan iemand nou meteen mee aan de slag? Als we het over deze trends hebben. Ik denk dat je... twee dingen. Aan de ene kant, ga nadenken over de ethische kant van je werk. En dat betekent, daar kan je al mee starten met gewoon gaan bedenken, wanneer zijn wij nou het goede aan het doen in de opdracht die we hebben of in de opgave die we willen realiseren? Hoe ziet dat eruit? Ja. En welke onderdelen heeft dat? En hoe ziet het eruit als we het niet goed zouden doen? Dus dat soort nadenken meteen al vanaf het begin meenemen. Ik denk ook dat je had het over kleine gemeentes, dat die op dat terrein ook best wel kunnen gaan samenwerken. Dus dat zou een goed ding zijn. Probeer, pak iets kleins. Ga daarmee aan de slag. Ga kijken naar die ethische dimensies die eraan zitten. Dan kan je ook weer mensen extern voor mee naar binnen brengen. Maar help dan die expertise naar binnen te halen. En een ander ding wat ik misschien net ook al een beetje zei is... welk probleem ga je oplossen met de technologie? Dus technologie is fantastisch. Je kan er superveel dingen mee doen. Maar ga je het gebruiken omdat je het super toffe, sexy technologie vindt? Of ga je het gebruiken omdat het echt daadwerkelijk een bijdrage levert aan het fundamenteel helpen oplossen van een probleem? En misschien dat de technologie in een tussentijd een middel is waarmee je het eventjes onder controle kan hebben en beter kan maken. Maar als er nog een fundamenteel achterliggend probleem is, dan moet je dat ook gaan adresseren. Dus blijf daarover nadenken. Hele mooie tip. En een belangrijke die ook weer helemaal past in de trends waar we het vandaag over hebben gehad. Ja. Jouw gouden tip aan de kijker. Nou, ik heb een leestip. En dat is lees het rapport GRIP van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeerakkoord. Dat is een rapport. Er is ook een samenvatting van die heel eenvoudig is.
Lees die om koers te geven, eigenlijk ook op basis van wat jij zegt, dat morele aspect van je communicatiewerk, dat krijgt heel goed richting door dat rapport waarin gesteld wordt, mensen willen grip hebben op hun leven. Stel wat je doet in het licht van dat grip kunnen krijgen op het leven. En de ISO-standaard toepassen helpt daar heel erg bij. Het gaat ook weer over, is het relevant? Is het ook echt iets voor iemand op zitten wachten? Lees dus het GRIP-rapport en ga de ISO-standaard checken op wat jij aan het doen bent. Ja. Het GRIP-rapport en de ISO-standaard zetten we ook nog eventjes in de chat, zodat je dat goed kan nalezen, mocht je dat willen doen. En voordat we dit webinar afsluiten, nog even dit. We willen ook heel graag weten wat jij van het webinar vond en van de webinars die we al gemaakt hebben. Laat jouw tip en top vooral even achter. De link om dat te doen, die vind je nu ook in de chat. En natuurlijk, heb je nou een goede vraag over communicatie of dienstverlening, of zit je ergens mee, laat dat dan ook aan ons weten. Want wie weet maken we er dan een uitzending over. En wat we ook leuk vinden, heb jij nou een mooie oplossing voor dienstverlening of communicatie? Laat dat dan ook even weten, want we maken heel graag een uitzending met jou. En dat kan je doen via het e-mailadres directduidelijktoer@gebruikerscentraal.nl. Hou ook onze website in de gaten, want daar staan alle onderwerpen op voor de komende uitzendingen. Ook de socials moet je natuurlijk volgen. En ik heb heel goed nieuws voor jou, want onze volgende uitzending, die is al op 29 februari, moet je vooral kijken, want dat gaat over al die websites bij de overheid. Kan het niet wat minder, waar we het vandaag over hebben gehad. Dus ik nodig jullie van harte uit om daar naar te kijken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie deelname hier in de studio. Ook nog onze online gast bedankt voor het meedoen. En jullie voor het meepraten en kijken naar de Direct Duidelijk Tour. Tot de volgende keer.